Nee, ik heb zelf trouwens niks van op. Ben je diagnostiek je boerenkoek? Ik heb een hele leven dat al gedaan. Ik doe het altijd met heel veel plezier. Wie bij de 92-jarige Martje Derks-Lautenbach op bezoek gaat, ontkomt niet aan een stukje zelfgebakken taart. Appeltaart, en dan slagroomtaarten, schuimbollen, koekjes, knijpertjes. Nou, en een boterkoek. Hier bak ik altijd de boterkoek in. En dit is voor appeltaart. Zie je, dan dik en grote. En dan, hier zijn dan nog, in de kelder nog een kleine. Elke week is ze in de keuken te vinden. En er is dan ook nooit niets in huis. Ja, er zijn niet zoveel meer, maar die bak ik toch ook. Zie, ook nog cake. Die zitten allemaal appels in. En wat doet u met die appels dan? Appeltaart maken. Het is mij maar even om een appeltaart te maken. Hè? Dan kan ik de appels uit de vriezer halen en dan maak ik het in een kwartiertje, 20 minuten, en dan heb ik hem klaar. Daar heb ik het meeste van gebakken, omdat ik altijd de appeltaart heb. Hoeveel taart heeft u in totaal gemaakt, denk ik? Nou, misschien wel 1000. En wat gemaakt wordt, moet natuurlijk ook opgegeten worden. Vaak wordt het uitgedeeld, want... Nee, ik eet zelf trouwens niks van op. Ben je diagnostiek je boerenkoek? Eet er lekker van. Maar soms kan ze zelf ook de verleiding niet weerstaan. Het is niets wat. Lekker.